Op maandag komt altijd onze Nederlandse huiskomiek in opperste verbazing naar ons land kijken. Dat is Jan-Jaap van der Wal. Hartelijk welkom, Jan-Jaap. Ja, dankjewel. En ik ben blij dat ik er vandaag ben, hoor. Ik ook. Ja, want het is Koningsdag. Ah ja, dat is niet zo vanzelfsprekend, inderdaad. Ja, want kans Nederland staat op zijn kop dan en je moet meedoen. En waarom ben je hier eigenlijk? Ik denk dat heel Nederland nu klinkt alsof ze zijn aangestoken door de keelontsteking van Tom Waal. Totaal schor. En ik woon in het centrum van Amsterdam, dus ik ben zeer blij dat ik hier nu ben. Dat is al dagen een soort gekkenhuis. Vind je dat echt niet leuk? Nee. Dan gaan ze ook hun rotzooi verkopen op straat. Doen wij dan ook met Koningsdag. En dat is een wonderlijk fenomeen in Amsterdam. Doen jullie eten uit Nederland of doen jullie iets anders dan... Dank je wel voor deze grap. Sorry. Nee, sorry. Gewoon allemaal tweedehands spullen. Maar mensen zetten dan op straat, tekenen ze met plakband een gebiedje af. Ja. En dan zetten ze dan in bezet. En dan houdt iedereen zich ook aan. Dat is ook zo raar. Ja. Ik denk dat er heel veel Duitse toeristen in de stad hebben gelopen en gedacht hebben, nou, als dat zo makkelijk gaat, dan... Ja. Maar goed, het leek mij wel een mooie aanleiding om het over jullie koningshuis te hebben. Want jullie hebben ook een koningshuis, daar heb ik mij in verdiept. Klopt. En dat is ook prachtig. Dat is heerlijk. Dat zijn leuke types bij elkaar allemaal. En dat doet het ook allemaal maar, hè, de hele dag. En toen dacht ik, als je zegt Belgisch koningshuis, zeg je natuurlijk Prins Laurent. En laten we daar dan ook maar even mee beginnen. Dit is een filmpje wat ik zag. Hier geeft hij antwoord op de vraag, hoe is het om de broer van de koning te zijn? Comment est-ce qu'on se sent quand on est le frère du roi à présent? Vous devez être la sœur d'un grand roi aussi. C'est important de venir dans votre stand? Mais pas seulement dans notre stand, partout. Chacun est roi. Chacun est roi. Dat is Frans, Thomas. Ik vertaal het even voor je. Ja. En dat betekent iedereen is koning. En eigenlijk vind ik dat wel een hele mooie filosofische uitspraak. Hij zal het ongetwijfeld niet filosofisch bedoeld hebben. Maar ik vind het wel mooi. Iedereen is koning. En uiteindelijk is het ook zo, weet je wel. Iedereen is toch de baas in zijn eigen koninkrijk. Jij inmiddels ook. Maar dat zijn we allemaal. Ja. Dus ik vond het wel een mooie uitspraak. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die zijn echt koning. Door geboorte. En de vraag die zich dan aandient is van, ja, maar als je nou koning bent, wat kan je dan allemaal? Wat is je functie? Wat is je doel? Vroeger, als je aan een klein jochie vroeg, wat zou je doen als je koning wordt? Nou, ik zou dagenlang in mijn grote kasteel rondrennen en ik zou eten wat ik wilde en alle vrouwen nemen die... Nou, gewoon dat soort fantasieën. Ja. Dat is een beetje Laurent, eigenlijk. Inderdaad. Daar komen we zo meteen zeker nog op terug, maar jullie hebben een echte. Jullie hebben een echte koning. Filip, heet hij. En, afgelopen week was koning Filip, die was in de Raad van Europa. In het hoogste politieke gebied wat je hebt in Europa, zeg maar. En hij hield daar een toespraak. Vond ik toch mooi, laten we even luisteren. Le rapport sur l'intolérance et la discrimination en Europe, élaboré en 2011 par le groupe d'éminentes personnalités du Conseil de l'Europe, a bien mis en évidence certaines attitudes indignes que nos sociétés développent face aux pressions migratoires. Les événements tragiques récents en mer Méditerranée nous rappellent l'urgence de cette question pour l'Europe. Het is mooi. Kijk, dit zou een koning moeten zijn. Dat je zegt, oké, ik vind dat dat niet kan. En ik vind dat wij die vluchtelingen bijvoorbeeld moeten opnemen. En hij zou kunnen zeggen, ik ben de koning van België. Hier zijn mensen die geluk komen zoeken, zijn gewoon welkom. Ik ben de koning, ik bepaal dat. Alleen het tragische van deze man is natuurlijk dat hij totaal geen enkele politieke invloed heeft. Europa gaat het ook niet doen. Europa gaat ook geen bootvluchtelingen toelaten. Waarschijnlijk gaat Europa het nieuwe logo van de N-VA overnemen. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar de N-VA heeft sinds vorige week een nieuw logo. Twee handjes die wegduwen. En dat wordt zeg maar ook het nieuwe logo van Europa ten aanzien van de bootvluchtelingen. Huppakee, terug naar waar jullie vandaan komen. Maar goed, ik mag van Linda de Win geen politieke verhandeling. Maar de vraag is natuurlijk, als koning zijnde, wat is je functie nou eigenlijk? Want inderdaad, hij houdt een mooi betoog in de Raad van Europa. Maar anderhalve maand geleden doet hij dit. Hoe
krijg je dat bij elkaar in je hoofd? Dus dat je enerzijds politiek bezig bent... en aan de andere kant moet je de eerste aardbei proeven. Want dat is wat je moest doen hier, hè? De eerste aardbei proeven. Daar ben je dan koning voor geworden. Ja. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga een aardbei proeven. Dat is wat ik ga doen. En dan ook zeggen dat de aardbei prima was. Wat is dat nou? Je kunt van alles zeggen over een aardbei. Hij is lekker zoet, lekker sappig, nog een beetje te hard, nog een beetje zuur. Maar prima. Dat ga je toch niet zeggen? Ik bedoel, het is al ongelooflijk ongemakkelijk. Er staan allemaal mannen in een pak dat je denkt, hè, ben je van de universiteit? Nee, ik ben in mijn aardbeipak. Ik zag deze foto langskomen. Dit is ook gebeurd. Het Belgische panda is panda van het jaar. Het gaat hier over een vrouwtjespanda. Ook het bezoek van koning Filip en de Chinese president Xi Jinping... aan de pandas viel in de prijzen. Dat werd verkozen tot favoriete panda-moment van het jaar. Dus het bezoek van de koning is het panda-moment van het jaar. Ik ben ook helemaal benieuwd wat dan de panda-momenten waren... die net niet gered hebben. Panda eet stuk bamboe. Dat is dan nummer 2 geworden. Of panda heeft seks. Nou goed, in ieder geval. Het probleem van een koning is natuurlijk ook dat er een koningin bij hoort. En in jullie geval is dat iemand die heel vaak de benen breekt... en geen voetballers uit elkaar kan houden. Wat dat betreft zou jij koningin moeten worden. Maar we hebben dat in Nederland natuurlijk ook. Snap je? In Nederland hebben we vandaag koning Willem-Alexander... en koningin Maxima natuurlijk gehad. Die hebben Dordrecht bezocht. En ik heb een fragment van jullie meegenomen uit Nederland. Hier wordt aan onze koning... Ik bedoel, nogmaals, dit is de koning. Die kan doen wat hij wil. En er wordt aan de koning gevraagd... eten jullie wel eens ongezond bij jullie thuis? Komt er wel eens ongezond voedsel bij jullie in huis? Let op. Bij ons thuis nooit. Maar... Nee, bij ons te veel heel gezond. Een beetje vezels, een beetje eiwit en een beetje vruchten of vitamine. Binnen. Maar dat betekent wel dat als je een keer iets eet wat niet helemaal gezond is, dat je je niet zo schuldig hoeft te voelen. Dat mag allebei dan? Het mag allebei dan. En dan mag je een keer lekker iets eten. Als je daarnaast gewoon gezond eet, is het heel goed om af en toe ook te genieten. En bewegen. Maar te genieten van af en toe ook iets lekkers eten. Je ziet hem ook echt denken van, hou je kop nou gewoon. Ik mag gewoon eten wat ik wil. Ik ben de koning, weet je wel. Als ik als ontbijt gefrituurde Snickers wil eten, dan mag dat gewoon. En ook als lunch en als avondeten. Dit is het. Hij wordt natuurlijk totaal overschaduwd door koningin Maxima. Wat dat betreft doet prins Laurent bij jullie dat beter. Let op. Toen ik trouwde... heeft zij gerechten voorbereid en de non wou dit zelf nog niet op. Kijk, ja. Zo ga je met vrouwen om. Nee, dit is toch fantastisch. Ik vind dit echt fantastisch. Stel je voor, het koningshuis zou niet bestaan... en je zou het moeten verzinnen, dan zou je hem er toch gewoon bij verzinnen. Dan zou je allemaal saaie figuren bedenken die de aardbeien moesten proeven... maar je zou ook iemand erbij verzinnen die geen filter heeft... tussen wat hij zegt en wat hij denkt. En dat is gewoon prins Laurent. En prins Laurent is een beetje in opspraak gekomen de laatste tijd. Ik heb het wel gevolgd, hoor. Hij heeft namelijk straffe uitspraken gedaan over zijn eigen familie. En, maar goed, we hebben het allemaal verkeerd begrepen, als we hem mogen geloven. Ik heb geen spijt, maar ik heb één spijt dat u dat verkeerd genomen hebt en geïnterpreteerd. Ja, wij hebben zijn uitspraken allemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb even de uitspraak meegenomen waar het over gaat. Hij staat hier uitgewerkt op dit clipboard. Mijn familie heeft me nooit gesteund. Nou, dat lijkt me vrij... Ja, heldere uitspraak eigenlijk. Dat kunnen wij niet verkeerd begrijpen. Het gaat over zijn familie en die hem nooit gesteund hebben. Dat is begonnen bij mijn oom, koning Boudewijn. Heb ik ook gezocht, dat is inderdaad zijn oom. Dus dat kunnen wij nooit verkeerd begrepen hebben. Daarna met mijn vader, koning Albert II. Dat is zijn vader, inderdaad. Met hen was het net de Stasi.
En de Stasi, dat is zeg maar de Oost-Duitse staatssecretariaatsdienst. En die hielden mensen in de gaten en die beletten mensen het werk en dat soort dingen. Het is ook vrij helder begrip, kent iedereen, kunnen we nooit verkeerd begrepen hebben. Ik heb de indruk dat dit vandaag wordt verder gezet door mijn broer, koning Filip. Dat is inderdaad zijn broer, hebben we net gehoord. Ook dat hebben we niet verkeerd begrepen. Hun fout, vraagteken, een entourage aannemen die me wil beschadigen en me belet te werken. Dat is inderdaad hoe de Stasi werkt. Kortom, deze uitspraak is totaal niet verkeerd te begrijpen. Hij baalt gewoon een beetje. En inderdaad, ik heb het nagezocht, ze beletten hem ook al jaren het werk. Ze beletten hem al jaren in wat hij gewoon graag doet, wat hij leuk vindt. Ze werken hem een beetje tegen. Prins Laurent houdt gewoon van snel rijden. 10 jaar geleden dook dit beeld op. Prins Laurent houdt van snelle auto's. Is niet bekend met welke auto hij in Brugge te snel reed. Dit is lekker, toch? Dit is toch gewoon wat je moet doen als je koning bent. Dat je denkt, oké, ik heb een snelle auto en een oprit. Bam, daar gaan we. Ja, toch? Dit is heerlijk. Dit is leuk. Alleen, ja, je merkt gewoon, die koninklijke familie trekt dat niet. En die beletten hem het werk. En dan gaan ze hem straffen op een heel lullige manier, heb ik ook gezien. De SPA-Kamerfractie en de jongerenbeweging van Spirit reageren verontwaardigd op het nieuws over de snelle prins. Ze zeggen dat iedereen die te snel rijdt, ook een lid van de koninklijke familie, hard moet worden aangepakt. Ja, dit is echt lullig. Zou ik, dit is echt iemand de zure aardbei geven. Dit is hoe je gewoon niet met koninklijke mensen omgaat. En nee, hij heeft het zelf gezegd, iedereen is uiteindelijk koning. Dat betekent dat iedereen kan doen wat hij wil. Maar uiteindelijk is de koninklijke familie de enige familie die gewoon dingen moet doen waarvan anderen zeggen, serieus, doe je dat echt? Prins Laurent, een aantal maanden geleden, let op, daar komt hij. In Brussel heeft prins Laurent een speciale nachtopvang geopend voor daklozen met een hond. Dat is dan je leven, uiteindelijk. Op een dag word je geboren als royaal, als koning. En op een dag sta je in een centrum te openen voor daklozen met een hond. Waarschijnlijk had zijn vrouw gekookt. Hartelijk dank, Jan-Jaap van der Wal.